Want als zoiets in Amerika zou gebeuren, zou niemand huilen, want we hebben geen belangrijke gebouwen die echt gemist zouden worden. De Twin Tower, man! 9-11 was fucking hell voor meeste mensen, dat je de gedachte alleen. Ja. Dat is wel, fucking hell, in geschiedenis is het like, voor alles, was altijd wel één fucking geweldig gebouw die ze hebben gemaakt. Ja, toch? De fucking Egyptenaren met de piramides zijn één voorbeeld. Ja. Is like één van die voorbeelden. Daarna wat, de Twin Towers, de andere. Je hebt de fucking, wat was het ook nog een keer? De Notre Dame, die nog net was gebrand en zo. En de Eiffeltoren, ik weet dat ook niet. Fucking hell, wat zit er met de Fransen de best, met de awesome dingen die ze hebben? Ik zeg van fuck's sake, zelfs de monsters net de moskee zijn, die zien al vrolijk uit. Ja, Rotterdam heeft de Erasmusbrug, die ziet er cool uit. Waarom? Wat een welk deel dat buiten de Erasmusbrug? De Domtoren, I guess? De Domtoren. Er zijn sommige Nee, weet je wat Nederland ook heeft? Dammen. Heel veel dammen, maar ook heel veel oude steden. Ja. Mijn favoriet, er is één plek volgens mij waar het lijkt alsof je honderden jaren terug in de tijd bent gegaan. Met allemaal oude gebouwen en omgevingen. Dat is heel interessant. Nou, want ik denk dat die windtorens zijn ook wel een ding. De windmills en zo. Ja. Oh ja, er zijn ook de Kubuswoningen. Vergeet dat ook niet, die zijn ook een ding dat bestaat. Ik word dichtbij eentje, fucking hell. Die zien er altijd zo fucking goofy uit. Ik denk dat daarom ze zo. Ik denk dat de goofiness is daarom ze werken. Ik denk dat elke stad wel één gebouw is dat bekend is door de volk. En dat mensen soms naar kijken. Ja. I don't think the transients are gonna cause me any more problems. Better go check on Lou. Wat doen ze nog? Ja, de Romeinen en de viaduct was ook in. Vergeet niet de Colosseum in Rome. Ja. En de Power en de Tower of Babel in de Brussels. Wat is er in de toren ook weer die scheef staat? De toren van Pizza. Voor pizza. Ja, die is er ook nog. En de Big Ben in Engeland. Ja. Er zijn zoveel fucking historische gebouwen en hier zijn ze dan het gedrag als de rest niks bijzonders zijn ofzo. Ja. En dan is als ze van, wah, witte mensen hebben geen cultuur. We hebben geen mooie gebouwen of we zitten, zouden zullen huilen. Het is fuck off, je weet niks. Ga de geschiedenisboeken lezen, man. Het is een serieus fucking probleem met deze mensen. Hoe gaan we gebouwen fixen? Gooi een gebouw op een andere gebouw. Hoe gaan we gebouwen fixen? We doen een dildo erop. Stand back. Ik zat niet even een stuk gebouw te kijken. En ze hebben het gefixt door gewoon een stukje staal erop te zetten. Gewoon een patchwork. Ik wil niet zeggen dat alle moderne architecture slecht is. Het is gewoon. Het werkt natuurlijk niet allemaal met oude gebouwen. Het ziet gewoon uit alsof je een gebouw topt op een andere gebouw, weet je wel. Je weet alleen gewoon, er is a time and place for everything, right? Ja, maar dit hetzelfde kan je ook gewoon voor zulke dingen zeggen. Voor alles is er een tijd, is er een ding dat werkt en niet werkt, zo. Right. Je kan niet, het is postmodernisme toch. Ik weet niet eens wat postmodernisme in mijn mening is gewoon niks. Want die wil praten. Heb je ooit een postmodernist gezegd die wil. Hoeveel mensen ken je die eigenlijk zichzelf een postmodernist noemen? Nul. Precies, zelfs als het just voor is, noemen we zelf een postmodernist. Want. Dat ding betekent niks. Het is gewoon een fucking buzzword. Ja. Yeah. In mijn mening. Het is een ideologie van niks. Het bestaat niet. Hi, you've reached Trish Daly's voicemail. Please leave a message. Trish, I just want to let you know. The drawbridge is down. I'll give you a call later and see how things are going. Hey, Zeke, you still on the roof? You know it, brother. I'm trying to hook up with Dwight's sister. Are you swinging by for a little siesta? Yeah.
See you in a bit. Let's go home. Later. Ik moet eerst schokkende dingen doen. I get it, you fucking dickhead. This superhero racket is great, man. Solving crimes, getting some loving from the ladies. I can get used to living like this. You're not actually a superhero, Zeke. Well, hell, I know that. But it doesn't change the fact that I've had a taste of good life. Having these powers isn't exactly a walk in the park. Wanneer lustig op straat aan het lopen bent midden in de avond, je komt in een steegje terecht. En dan zie je je gezicht op Discord. Terrifying. Hij is geboren om een fucking rapist te zijn, dat wil ik zeggen. Oké, dat is een beetje gemeen, maar... Oef, dat is gemeen. Maar onlangs zijn wel feministen, maar hij... Hey Moya, I'm making a run on the next substation. Its location is flagged on your GPS. I'm also tracking a couple new developments. I'll be in touch with you. En als eerste komt je vader om te stoppen met slapen. Gesnukste erf. Hij is niet eens hier. De gesnukste erf. Is er geen quick travel of zoiets? Nee, dat was dan... pas... volgende spellen pas. Oh, I read the fan songs. She actually said that to me. Oh, man. Yeah, women are something else. Never will understand. All secret geprint songs. Press F. Ik doe het in de comment sectie. Maar zo dat ik... Oh, de Reapers en de Dustmen vechten tegen elkaar. Is dat niet interessant? Nice. Holy shit! Ze maken geen fucking grap tegen elkaar, oh! Weet je wat, dit is waarschijnlijk helemaal mijn schuld, want ze wilden ruilen met die engineer. Maar ik heb de engineer weggehaald, dus een deal weg ging niet goed en daarom is ze aan het vechten nu. It's time for war! Holy shit, de fucking raketwerpers en elke andere soort fucking bullshit. Oh ja. Awesome. Ik moet terugdenken aan wat er is gebeurd, like deze gisteren. Een van mijn vrienden was de collega Saf, dus een van deze dames die er heel erg mooi uitzag. Dus wat deze man doet? Hij pakt een servet en schrijft zijn nummer erop. En geeft het dan op die dienblad. Maar weet je wat, daarna lukt dus dat niet. Dus wat doet hij dan? Like, hij gaat een van de meisjes vragen, een van de meisjescollega's vragen of ze voor hem een woordje kan doen, snel toch? Mm-hmm. De meisje zegt van, hé, deze boy vindt je leuk, wat ga je doen? En vindt je leuk? En dan zegt ze van, ja, is mooi en alles, maar ik heb al een vriendje. Maar volgens mij de mensen op de werkvloer gaan ervan uit dat ze eigenlijk volledig aan het liegen is. Oh. Is gewoon, weet je wel, de flikker komt niet zelf praten, maar nee, gaat net iemand anders voor regelen. Oh. Nou ja, soms moet je echt zelf de eerste zet doen en niet blijven aan iemand anders overlaten. Wat yes. Fucked up is. Ik blijf het halen op mijn enemy waifus, die zijn maar heel makkelijk. Ik klik gewoon op picture save en ben ik klaar. En dan neem je haar mee naar de Quarantaria. Nee, ik moet mijn power level een beetje stoppen. Alleen ik weet wel, toen ik wel bij de Quarantaria was gisteren. Like, ik hoef het eens te zeggen, hamburgerplein. Like, de persoon wist het al. Like, ja, hamburgerplein toch? Ja, oké. Okay. Je hebt de naam van jezelf gemaakt. Lekker man. Ik ben gewoon de hamburgerplein man. Like, ik kom binnen en iedereen recognize me. Is like, oh!
Het is hem. Oh no, die hij weer, hè. Och. Ik weet sowieso wat er gaat gebeuren is. Op een dag ga je like, is een van die fucking mensen die in hetzelfde gebouw als jij woont. En hij gaat je gelijk herkennen. Oh no. Iemand in jouw gebouw moet wel een bijbaantje daar hebben. Nee, eigenlijk niet. De ene werkt bij Slay, de ene werkt helemaal bij Schiphol. Holy shit. Holy shit, wat doet hij daar bij Schiphol? Ik weet het niet precies, maar hij is bijna, volgens mij, hij is bijna klaar met daar te werken of zoiets. De andere werkt ook bij een soort dienst. Dus ja, het is like, sommige mensen gaan of naar school of ze hebben echt een heel zwaar werk te doen of zo. Hey, can you escort these guys across town? We need to interrogate them. Ondertussen zit ik hier. Wat ben ik aan het doen? Commenteren op YouTube video's. God, this is the most fucking epic escort die ik ooit heb gezien. Bipol is a nice team. Bipol is a nice team. Bitch ass motherfuckers. Don't you dare run away from me. They never fucking learn, do they? No, they don't. Walk the dogs. Weet je wat, zonlicht helpt deze plek wat meer. Ja? Toen het hier zo donker was, ik denk deze shit, deze plek is helemaal shit, man. Maar dat is hoe het met alle steden zijn sowieso. Like, als je in Rotterdam gaat in de zonlicht, dan ziet het er goed uit. Maar als je in Rotterdam gaat in wanneer het wolkt, dan ziet het alles shit uit. Ik hou van zonlicht. Alles ziet er beter uit in de zonlicht. Dat wel. Ik heb liever dat misschien de zon, dat de zon niet te hard schijnt, dat de wolk een beetje overeen is. Maar dat je wel, weet je wel, dat je wel de ogen, dat je ding kan zien, dat je de hemel kan zien. Nice. Want ik hou niet van, want ik vind de zonlicht is nice en alles. Maar het doet mijn ogen gewoon pijn en ik heb geen zin. Wel, om ik zeggen. En meestal? Natuurlijk, hoe vaak ik binnen zit, natuurlijk ligt het me altijd pijn. En meestal, als ik aan het lopen ben, schijnt de zon naar mijn gezicht toe. Ik weet niet waarom, maar het is altijd die kant op. Waar ik ook naartoe ga, het is altijd de kant waar ik naartoe loop, is waar de zon staat. Ik heb iemand die spant voor vitamine D. Ja, nou dat wel. Vitamine D is angstaanjagend. I know, right? Ik wil gewoon vitamine D in een fucking pak te doen met mijn linker. Ik hoef de zon niet. De sun scares me. De sun terrifies me. Er zijn zoveel van hem hier. In deze dark area. Zit er gewoon in. Ah, het is daar. Fucking stormtroopers, ik zweer het je. Ja, je kan het zo, maar je kan het zonder. Dat wil ik zeggen. Ja. Dat in de Coca-Cola Death Squad. Oh, hey. So I was walking over to help Trish load up her bus, and I see Dwight's sister hanging on some guy's arm. She didn't even look at me. Sorry, man. I should have known better. She's always been like that. No biggie though. Frees me up to play the field. See what else is out there. Oh, en hier krijgen we de raketten. Raketten? Yes. Noemen ze de Megawatt Hammer. Shit. Maar ik zei in mijn mening, ik denk dat de granaten nog steeds meer schade doen, maar de raketten zijn nice. Zijn we wat bij het internet, Ennis? Ligt aan mij of niet? Ja. Hier heb ik de power door. Ah, daar gaat de Discord. Nice. Wat? Heb je pauze gezet of niet?
Nee. Oké. Okay. Met deze power-up als kun je raketten redirecten erop en door een Thunderbolt ergens neer te schieten. Wat? Dus als je donder schiet, gaat hij daar naartoe? Ja. Oh, dat is awesome! Hij kan tracking mis zelfs. Willy? Who's tracking them? Me? Oh, yo! We zijn het funky all over again. Oh, it is. Weet je nog wat ik zeg? Wel, ja, ik heb homing missiles in mijn schouders. You're the one tracking them! Awesome. Ja, toch? Dat is zo fucking awesome. In de Evil Plate krijg je gewoon, like, meer like, kleine bolletjes die exploderen. Oh, dus het is net als de granaat gewoon. Ja. Toch. En daar vind ik like, huh? That's fucking idiot. Stop trying to hit me, oh shit! Ha, you missed me, or did I? Yes, you did, no, I was just... Better luck next time! Alright. I give up. Oh, let us next one be a surprise. Dus komt hij ook, like, dan gaat de missiles ook sowieso terug naar achter als het vrij zijn dat deed. Ja. Fucking awesome. Moet wel blijven, though. Ja, straks wanneer er een muur er ook achter zit. Maar in de tijd, het is een fucking raket zo. Het is een fucking raket. Ja, is wel grappiger. Ja, dit wordt ook bekend als een. Dit samen met de granaat is bekend als de beste power-ups in het spel. De granaat en de dik, de raket. Ja, granaat en de raket. Maar er is nog één hele krachtige, dat veel energie kost, maar een hele krachtige ability. Dat is bij het einde van het spel. Als je dichtbij het einde van het spel krijgt. Laatste power. Wat, Kamehameha? Nee. Laat zeggen dat een summoner worden. Oh boy, ik kan niet wachten. Dammit. Shit. Maar ik zei, ik kan beter gewoon bij die tunnel blijven erachter en snijpen, maar goed. Wat ik doe, later in de Evil Plate, wanneer ik dit opnieuw speel in de Evil Plate. Goed. Ah! Get away from me. That's scary. You're scaring me. You're giving me the scares. Oh, for fuck's sake! Just die already! Power terug en dus daar kan iedereen weer videogames spelen. De tijd is Game goed. Nuts? Laten we gaan naar Game Nuts. Yes, let's go to Game Nuts, why not? And receiving reports of unauthorized drones patrolling the Warren. Since they're not ours, you should look into them. It also sounds like the Dustmen are planning a quarantine break. All right. One other thing. Tell your friend Zeke to stop calling me. If he wants to play hero and track down leads, that's his business. I don't need to hear about it. Zeke, what the hell are you doing? Oh well, looking in the volgende part zien we hoe Zeke iets doms aan het doen is. Well, looking for that damn pussy. And he's looking for that pussy, you know. What else? Dat toch. Eerst blast shards. Heel veel blast shards. Oh boy. Zo, was dat ook weer? Like, gaat je energiebar like, helemaal naar de andere kant van het scherm? Of? Niet begeven? Helemaal. Oh. Kessler and Sasha had a very public falling out today. No real details about what prompted it, but it concluded with Sasha physically attacking Kessler. I was ordered to escort Sasha from the premises, which I did. As she left, Sasha turned and looked at me and said that she'd be back, that we'll suffer and die by her hand. Gotta admit, the look on her face freaked me out a bit. I expect to be reassigned to Kessler. Well, zo te zien met de dead drops, blijkbaar wel. Ja.